Hallo, ik ben Thomas, product genius bij Van Poelgeest. En dit is mijn collega van harte motorrad, Gert-Jan. En vandaag staan we op het circuit van Zandvoort. Ja, Thomas, dit is dé plek waar Max Verstappen afgelopen september de eerste plek heeft gehaald in de Formule 1-wedstrijd. Eindelijk weer na 36 jaar op het heilige circuit van Zandvoort de Grand Prix terug. En dan nog winnen ook. Hoe gek is dat? Ja, geweldig. En we staan hier niet voor niets. Want vandaag laten we de allernieuwste elektrische BMW zien, de BMW i4. Hey Thomas, maar vertel me nou eens, wat maakt deze BMW nou zo bijzonder? Ja, dat ga ik je vertellen, Gert-Jan. Dit is een 4-serie Grand Coupé, maar dan volledig elektrisch. Met een range van 590 kilometer en hij kan ook nog 200 kilowatt snel laden. En dat houdt in 10 minuten laat hij 164 kilometer bij. Wat we ook zien is dat de grill volledig dicht is. En dat is natuurlijk om hem zo aerodynamisch te maken, dat hij zo min mogelijk luchtweerstand krijgt. Ook achter die niergrillen zien we eigenlijk de belangrijkste technieken van BMW. Als je mij vraagt, is dit absoluut de mooiste elektrische BMW? Zeker. En ik denk nog de mooiste elektrische auto die ik ken. Ja, de kern van BMW blijft absoluut behouden. Dit is een e-drive 40. En dat houdt in dat hij in 5,7 seconden op de 100 km per uur zit. En dat komt door zijn 340 pk, waar hij over beschikt. Ja, Thomas, ik vind het echt een supermooi verhaal. Waanzinnige auto. Maar wat heeft dat nou te maken met het feit dat we hier in het automekka staan van Nederland? Ja, dat is leuk dat je het vraagt. Want BMW heeft de i4 M50 gebouwd. En dat is eigenlijk de eerste M-ontwikkelde elektrische BMW. Hoe gaaf zou het zijn om hier op het circuit te kunnen zien wat deze auto echt kan? Ja, en daarom zijn we hier, want niemand anders dan Colin Carassani kan hem aan de tand voelen. Hey Colin. Hey, alles goed? Ja, zeker. Hey Colin. Hey. Ja, wie nog niet weet wie Colin is. Colin is 18 jaar en coureur van het Van Poelgeest motorsportteam en uitkomend in de BMW M2 Cup, waar hij afgelopen seizoen landskampioen is geworden. Hoe vet zou het zijn om deze i4 M50 naast een echt een hardcore M-product neer te zetten? Daar weet ik wel iemand voor. De wereldkampioen van het VIA World Endurance Championship. Onder andere bekend van de 24 uur van Le Mans. En? Ben je klaar voor? Kom maar op. Let's go!